van stormachtige veranderingen. Ongekende welvaart. Handel van over de hele wereld. En burgers die zich steeds minder laten vertellen. De 17e eeuw. De Gouden Eeuw, zoals die in de boeken is gaan heten. De eeuw van Nederlands glorie, toen ons land de wereldzeeën bevoer en alle vijanden trotseerde. Het is krankzinnig. En toch een eeuw die af en toe verbluffend op de onze leek. In 13 delen maak ik de komende maanden een reis naar die tijd. Op zoek naar de levende werkelijkheid van toen. Zo zie je het pas echt goed hoe het land in de 17e eeuw op de schop ging. Een land van tolerantie en immigratie. Maar ook van fundamentalisme en huiver voor het vreemde. Van volk en elite. Van gepolder in de politiek en crisis in de financiële wereld. Al die verschijnselen ontstonden toen. Net als Nederland zelf. Daar begint deze week mijn reis. Hoe Nederland ontstond als idee, voordat het werkelijkheid werd. Kun je dan niet zeggen dat dit stuk de geboorteakte is van onze Gouden Eeuw? Ja, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is waar. Dames en heren, hartelijk welkom in het stadhuis van Amsterdam. U heeft ervoor gekozen om Nederlander te worden. Dit is het land waar u wilt blijven, waar u aan uw toekomst en die van uw kinderen wil werken. Mijn land en mijn stad zijn nu ook officieel uw land en uw stad. Een naturalisatieceremonie voor nieuwe Nederlanders. Ze komen van heinde en verre, net als in de 17e eeuw. Ook toen was het hier een goede plek om te zijn, terwijl Nederland als onafhankelijk land nog niet eens bestond. Zouden immigranten toen een idee hebben gehad waarvan ze deel gingen uitmaken? Wat voor land dit zou worden? Zorg dat u erbij hoort en meedoet. En blijf uzelf. Laten we samen de geschiedenis van Nederland en Amsterdam, die nog moet komen, vormgeven. Dank u wel. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en geloof ik. Dat verklaar en beloof 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 ik. Dit is het 17e eeuwse Wilhelmus. Zo zongen ze het in de 17e eeuw en in de 16e eeuw. Ook vooral in dit tempo. Dus als een pittig nummer, een energiek nummer, waarmee je onder welke tonen je de vijand de hersens kon inslaan. Er is gezegd door een kapitein aan het leger, dus een man die het weten kon, het Wilhelmus heeft ons meer opgeleverd dan 10.000 soldaten. Dus puur in militaire krachttermen. Dus zo effectief was dat? Ja, want terwijl zeg maar de slag begon, werd er op een trompet het Wilhelmus geblazen, zodat die soldaten dachten, ah, het gaat goed. Hè. Dus je blies op die manier, de soldaten moet in. En waarom nou dit lied? Wat maakt dit lied zo effectief? Omdat het op het goede moment daar was. Hè. Dit is de redder van, deze man gaat ons vertellen waar we heen moeten. En dit is zijn lied. Ja, dus door te focussen op Willem van Oranje, kon je in die tijd die opstand bij elkaar houden. Ja. Ik denk het wel. En dit lied schiep duidelijkheid. Hè. Als je dat zong, dan liet je ook horen dat je in Willem geloofde. En samenzingen geeft saamhorigheid. Toen bleef dat wel een herkennistune van Nederland. En later zijn we dat nationale hymne gaan noemen. Het lied is een baken voor die opstand. En die regimenten die volgen dan wel. Het lied is een klinkende vlag waar je je achter schaart, om het zo maar te zeggen. Ja. Die schept de eendracht. Ja.
klinkende vlag van een land dat nog niet bestaat. Er is alleen een opstand vanaf de jaren 1560... onder leiding van Willem van Oranje, de vader van dat aanstaande land. Aan die opstand doet een ratje toe van 17 provinciën mee, ongeveer het huidige Nederland en België samen. Ze willen zich losmaken uit het machtige Spaanse Rijk. Maar bij die strijd zijn ze zelf onderling verdeeld. Zuidwaarts, naar de frontlinie van toen. Op zoek naar de oorsprong van het land. Te beginnen bij dat lied. Wat zit er in het Wilhelmus dat het ooit zo'n kracht had? Den vaderland getrouwen. Het handschrift in kwestie is Spiekermans, 15.662. Ja. Spannend. Spannend is het. En hier zit dus het Wilhelmus tussen. Ja, de afbeelding die bij het Wilhelmus staat, dat moet er één uit deze reeks zijn. Nou, daar zijn we. Dit is het Wilhelmus. Wauw. Dat is gewoon de tekst ook zoals we hem eigenlijk nog zingen nu. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duits en bloed. Ten vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Wat tamelijk ongebruikelijk is, dat zijn de eerste twee regels waarin de ik-persoon wordt gebruikt. Dus mensen konden Willem van Oranje op zichzelf betrekken. Dus die streden mee met Willem door zijn lijflied te zingen of te spreken. Ja, ja, je zingt dat en je kunt je even Willem voelen. Ja. Gecomponeerd en gemaakt Door jonkheer Philips van Marnix, heren van Sint Aldegonde. Excellent poëet. Ja, en dit is nou een van de passages waar mensen zich nadien op beroemd hebben van dat het Wilhelmus dus geschreven zal zijn door Marnix van Sint Aldegonde. En wie was Marnix van Sint Aldegonde? Marnix van Sint Aldegonde was onder meer dichter, maar ook vertrouweling van Willem van Oranje. Dus het is ook zeer goed mogelijk dat hij iets voor Willem van Oranje geschreven zou hebben. Het is uiteindelijk toch een geloof geworden dat Marnix dit geschreven zou hebben. Mensen wilden graag een auteur toekennen aan deze tekst. Philips van Marnix van Sint Aldegonde, schrijver van ons volkslied. Wie weet. Maar dus ook vertrouweling van Willem van Oranje, een politicus, een militair ook. Wie was deze Marnix? Wat was de droom die hij koesterde? Een vrij en onafhankelijk land, onder het Spaanse juk vandaan? Hé, hey, de Hans. Aangenaam. Goedemiddag. Ja. Nou, fijn om je te zien. En dat is hem nou? Ja, dat is hij. Dat is hij. En wat je hier ziet, bij een standbeeld eigenlijk. Kijk, dit is hem eigenlijk, te voeten uit. Je hebt hier het militaire gedeelte, maar gesteund op wijsheid. De boeken. En dan de pedagoog, daar. Hij was iemand die samen met Oranje heeft gezocht naar een pacificatie binnen wat hij dan zijn vaderland noemde, in de Nederlanden. Het was eerder een vredesactivist. Maar toch in opstand tegen het Spaanse gezag. Dat klopt. Ja. En zei je dan niet, was het niet toch een man die een ideaal had wat zo sterk voor hem was dat hij bereid was om daar eventueel het leven voor te laten? Ja hoor. Zeker weten. Ja, dat weet ik zeker. Er blijkt nog een nazaat te bestaan van Marnix. Even onder Antwerpen, op een kasteel van het soort waar je als kind van droomt. Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde. Samen met zijn vrouw houdt hij zijn grote voorvader levend. Ah. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik stel u mijn echtgenoot voor, dus graaf John de Marnix. Fijn om te ontmoeten. Goedemiddag. Welkom aan de Nederlanders TV-kijkers hier op het kasteel van Bornem.
We zijn hier in de aanwezigheid van Gravin de Marnix, die gids op het kasteel en die ook lezingen geeft over Marnix en Willem van Oranje. U bent de kenner. Ja, ik ben getrouwd niet alleen met de graaf, ook met het kasteel en de geschiedenis van de familie van mijn echtgenoot. Boven daar hebt u Marnix van Sint-Aldegonde. En we hebben een schilderij samen met mijn echtgenoot 3 jaar geleden gekocht. Het was een beetje een ruzie tussen ons en het Museum van Nederland. We hebben gewonnen voor het kasteel van Bornem. We zoeken altijd oude herinneringen, oude boeken, oude gravuren, oude schilderijen over de voorouder van mijn echtgenoot. In een Nederlands museum overtroefd. Voilà. Bijna Christus met die hand zo. Ja, bijna. Hier zijn we in de permanente toonstelling over Marnix van Sint-Aldegonde. Dus de beste vriend van Willem de Zwijger, rechterarm ook van Willem de Zwijger. Dus hier hebben we een mooie gravuur met Marnix van Sint-Aldegonde die het Willemus-lied leest aan Willem de Zwijger. En hij moest natuurlijk de teksten van Marnix veel appreciëren, denk ik. Ik vind dat hij heeft misschien een kleine grimlach. Wat was het werk dat Marnix deed voor Willem? Een diplomaat. Hij was een diplomaat voor Willem de Zwijger geweest. Dus hij heeft overal in Europa gereisd. Hij was in Engeland bij Elisabeth I van Engeland gekomen. In Duitsland, een beetje overal. Dus hij was een diplomaat? Ja. Maar hij was ook een schrijver, zegt u? Ja. Een intellectueel? Zeer intellectueel. De betekenis van Marnix is een boodschap van tolerantie. Hij wil in feite een vrij land inrichten. Dat was de bedoeling. Ik heb de sleutel van de schatkamer. Het was een heel grappig boek geschreven door Marnix voor de opvoeding van de jongeren. En op de eerste pagina kunt u lezen dat de moedermelk is meer gezond voor de kinderen. En ik vind dat zo grappig. Maar het is ook waar. Ja, maar geschreven door een Calvinist. Dus, L'enfant doit prendre le sein de sa mère et non celui d'une étrangère. L'allaitement est un besoin de la nature. C'est pour les mères, au jugement des hommes éclairés et vertueux, un devoir utile à la santé. We hebben altijd erin de van Marnix van Sint-Aldegonde door de schilder van Meerveld. Om eerlijk te zijn, Marnix was absoluut niet een mooie man. Absoluut niet. Dus zeer klein, zeer bruin en met een soort grote plek daar op het gezicht. Ah, u zou niet voor hem vallen. Maar dat is niet belangrijk voor een man. Dat is, de karakter is meer belangrijk dan een fysiek. Ja. Het ideaal van de opstand. Het was dus kennelijk iets waar je alles voor kon opgeven, zoals Marnix deed. Of zelfs je leven voor kon geven, zoals Willem van Oranje deed. Allemaal voor dat vaderland waar het Wilhelmus al over zingt. Alleen, je vraagt je af, waar kwam dat kant-en-klare vaderland ineens vandaan? Wat maakte die verspreide gewesten samen tot één land? Eigenlijk zijn de Nederlanden in 1550 nog helemaal niks. Voorlopig is het eigenlijk niet meer dan een project wat nog door de politici aan elkaar gesoldeerd moet worden. Een beetje van het type EU. Er is een hof in Brussel en er is 1 hoge rechtshof in Mechelen. Maar verder kun je niet zeggen dat het leeft Nederlander zijn. Het is een land, of zijn eigenlijk 17 Nederlanden, waarin de verschillen veel opvallender zijn dan de overeenkomsten. Er zijn worden 3 talen gesproken, bijvoorbeeld, en nog een heleboel dialecten. En dat wil iedereen ook ontzettend graag zo houden.
Dus al die gewesten die mee gaan doen aan de opstand, die willen vooral zo min mogelijk op de buren gaan lijken. Vooral hun recht houden om ieder iets anders te zijn. Maar dat gaan ze wel gezamenlijk doen. En ze gaan dat gezamenlijk doen onder de noemer van een strijd voor het lieve vaderland. Dat is eigenlijk het slimme van Willem van Oranje. Je moet je voorstellen, Willem van Oranje is eigenlijk gewoon een berooide edelman met een probleem met zijn vorst. Hij zegt natuurlijk, alle mensen die van hun vaderland houden, die moeten samen gaan strijden tegen de vijand van het vaderland. En dat zijn de Spanjaarden. Die zijn wat wij niet zijn. Vreder, arroganter en hoogmoedig natuurlijk. En dat komt ook weer een beetje omdat ze van Joden en Moren afstammen. Dus het zijn ook eigenlijk geen echte christenen. De Spanjaarden zijn eigenlijk moslims. Ja. Maar het zijn dus eigenlijk de moslims die het bij ons komen overnemen. Het zijn dus de mensen die Joods en Moors bloed hebben, die afstammen van Joden en Moren. En dat verklaart ook waarom ze zo vreselijk en verschrikkelijk zijn en ons tot slaaf willen maken en ons willen behandelen zoals de Indianen in de Nieuwe Wereld. En dat is de boodschap die er eigenlijk komt. Maar toch het idee dat je het eigene, het volkseigene versterkt door de angst te scheppen voor het vreemde. Absoluut. Maar dat is dus, je zou kunnen zeggen, het Nederlandse identiteit is eigenlijk, wat het betekent om Nederlander te zijn, is aanvankelijk vooral dat je geen Spanjaard bent. Dat is wat het betekent. En dan opeens wordt dat conflict met die Spanjaarden wordt een soort oerbron van wie wij zijn. Wij zijn de slachtoffers van de Inquisitie. Wij zijn de hongerigen van Leiden. Wij zijn de dappere geuzen bij Den Briel. Alleen, wij hebben heel lang gedacht dat het nationale gevoel was wat maakte dat mensen zich tegen die Spanjaarden wilden verzetten. Maar het is dus eigenlijk precies omgekeerd. Het nationale gevoel is een gevolg van het verzet tegen die vreemde vorst. En dat is ook, ja, dat is een uitvinding, zou je kunnen zeggen, van de propagandisten van Willem van Oranje. En het gevoel komt dus pas na de strijd. Marnix is op vele fronten Willem van Oranje's rechterhand. Hij kraakt geheime briefcodes van de Spaanse koning. Hij geeft adviezen over onderhandelingen met Spanje. Hij is Willems inlichtingofficier en zijn propagandachef. Hij regelt zelfs een van zijn huwelijken. Dat is mooi, hè? Om ze zo bij elkaar te zien. Nu zie je best hoe dat zijn spiegelbeeld, hè? Dat het spiegelbeeld gevormd is. Hier bijvoorbeeld, hier komt nog een veder, ook in wit metaal. Dus dit is maar niks, hè? Dat is de schrijvende hand. Dit is maar niks. Ja, dat is maar niks. Ja. En deze man, daar leeft u dus al 2 jaar mee? Ja, zoiets. Voilà. Ik heb willen benadrukken dat ze elkaar ondersteunden. En dat het 2 aanvullende karakters waren. De ene is gericht naar Spanje toe, zuidwaarts. Dat is Willem? En, ja, dat is Willem. En Marnix met die pamflet richt zich naar de Nederlanden toe. Ook naar die steden om te zeggen, kom maar, schud je wakker en verzet je. Nu ik ze samen zie, dacht ik ook, ja, het klopt wat ik nagestreefd heb. Heeft u hem leren kennen? Nou, een beetje toch, ja. Kun je je voorstellen dat je met zo'n man praat? Ik praat alleen met hem als ik met hem bezig ben. Ik zeg hem goedenavond of goedemorgen en zo, als ik begin te werken. Maar, en dan zegt hij? Nou ja, maak er maar wat van. Fijn dat ik hier in Antwerpen sta en dat ze aan mij nog denken. Zoveel jaren geleden, ergens midden de jaren 90, kwam ik een groep enthousiaste vrijwilligers tegen die hulde wilde brengen aan die Antwerpse burgemeester van toen, aan Marnix van Sint-Aldegom. Het moest iets zijn waar bezinning vanuit ging en waar tegelijkertijd geschiedenis geschreven werd met een fluwelen pen.
De inhoud, de passie, de tolerantie, de uitstraling, de dynamiek, de gedrevenheid, de kracht in de persoon en in het karakter van Willem van Oranje en van zijn rechterhand Marnix van Sint-Aldegonde, dames en heren, ziet u hier. De graaf en de gravin. De gravin van de graaf. En zij waren er ook bij. De graaf was er ook bij. In 1998. In Zeeland. Ja, dat was de herdenking van Marnix. Dat was de herdenking van Marnix, ja. Ik vind het fantastisch dat men in Nederland hulde brengt aan het feit dat de burgemeester van Antwerpen het Wilhelmus geschreven heeft. Ja, absoluut. Niet iedereen is erover eens over, maar we gaan er toch vanuit dat dat zo is. Wie ben ik in alle bescheidenheid als Antwerpenaar om dat tegen te spreken? Ja. Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, buitenburgemeester van Antwerpen, 1583-1585. Het is in 1583 een persoonlijke opdracht van Willem van Oranje aan Marnix. Neem de stad onder je hoede. Verdedig die. Hou stand. Antwerpen is in die tijd de belangrijkste metropool van heel Noord-Europa. Financieel en economisch, maar ook cultureel en religieus, als centrum van het opkomende protestantisme. Het is ook het hart van de opstand tegen Spanje. Wereldstad Antwerpen geeft de opstand een gezicht. Van hieruit verspreidt zich de nieuwe geest. Ik toon je, beste Hans, het hart van een van de mooiste musea in Antwerpen. Dit is de drukkerij van het museum van, dat heet dan Plantijn Moretus. Eigenlijk het eerste deel, Plantijn de grote drukker. En wat je ziet is hier, nou sowieso voor mij als schrijver is dat al heel bijzonder. Je ziet eigenlijk een soort fabriek van hoe boeken toentertijd werden gemaakt. Het is in zijn omvang en in zijn productie op dat moment het een van de grootste, indien niet de grootste, drukkerij van heel Europa. Wat het internet nu was, was echt die boekdrukkunst toen. Dat is een soort powerhouse van de intelligentia. Hier werden boeken, anatomie, de cartografie, natuurlijk alles wat met filosofie te maken heeft. Per week wordt hier één groot boek gemaakt. En het vertrekt naar alle kanten van de wereld. Op zich natuurlijk is het voor mij nog altijd ook bijna de verpersoonlijking van de kracht van het denken waar Antwerpen toen voor stond. Dat maakt Antwerpen op dat moment, samen met het feit dat het een grote handelsstad is, centraal gelegen, met een haven die al heel diep in het hinterland ligt, maakt Antwerpen, ik ben natuurlijk een beetje chauvinistisch, maar het klopt ook, tot het New York van zijn tijd. En dus het kroonjuweel van wat de weerstand is tegen de Spanjaarden. Het New York als baken van vrijheid? Als baken van vrijheid, als vermenging van alle mogelijke denkstromen en culturen en vooral natuurlijk als handelshavenstad en alles wat dat ook met zich meebrengt. He, geen feodale samenleving meer, maar een samenleving die hoe langer hoe meer zich baseert, organiseert rond de handel. Maar dan is dit hier, die plek waar we nu staan, ja, een kiemcel van de vrijheid. Dat is één van de vele, ja, die boekdrukkunst. Daar ging het natuurlijk om. Wie controleert de verspreiding van de gedachten en het woord? Wat dan heel later, en tot op de dag van vandaag, veel romantici, iemand zoals Schiller, natuurlijk altijd tot zijn verbeelding is blijven spreken. Ik citeer nu uit het hoofd. Ik trok voor kort te paard door Vlaanderen, door al die rijke, bloeiende provincies. Een goed en krachtig volk waarvan ik dacht, wat moet het heerlijk zijn om daarvan de vader te mogen zijn. Een godsgeschenk, mijn vorst. Toen zag ik zwart geblakerde skeletten. Wordt dat uw wissel op de eeuwigheid? Durf groots te zijn. Zaai menselijk geluk en vul dit land met sterke, vrije wezens. Geef ons de vrijheid van ons denken terug. Daarmee formuleert Schiller jaren later, maar wat op een romantische manier misschien, maar toch de inzet was. De inzet was, sta toe dat mensen voor zichzelf denken. Toen ik
Het is een beetje raar geformuleerd. Iedereen heeft de vrijheid van denken. Het gaat natuurlijk over het formuleren en het drukken. Het drukken ervan. Het uitdragen. Ja, het uitdragen daarvan. Dit is een toneelstuk van de Duitse romanticus Schiller. Ja. Gaat over de Nederlandse opstand. Ja. Maar heeft een betekenis voor ieder land wat een juk probeert af te werpen. Ja, en ik denk ook een betekenis voor het ontstaan van echt het moderne denken. En daarom werd Antwerpen, ook vanwege de handel, een doelwit om dat te gaan doen vallen. In 1583 begint de nieuwe Spaanse landvoogd Alexander Farnese vanuit het zuiden aan een opmars en verovert verschillende Vlaamse steden. Hij wil ook kustgebieden in handen krijgen, de monding van de Schelde en vooral het kroonjuweel van de opstand, Antwerpen. Begin juli 1584 bereikt hij de stad en begint de omsingeling. Hadden de Antwerpenaren tijdens het 14 maanden durende beleg zo'n voetgangerstunnel onder de Schelde gehad als toevoerweg, dan was deze geschiedenis misschien anders verlopen. Maar Farnese zet alles op alles. Antwerpen moet vallen. Marnix neemt als burgemeester de leiding om de stad te verdedigen. In brieven smeekt hij om hulp. Tevergeefs. Hij schrijft: als de rivieren niet vrijgehouden worden, zal de stad verloren gaan. De soldaten zullen muiten, deserteren of zich aan de vijand overgeven. De rijken en gereformeerden zullen vertrekken. De armen en het gespuis de machtigste worden. Ondertussen ontvang ik geen antwoord. Het schijnt dat men ons geheel vergeten heeft. Antwerpen ligt daar. Ja, Antwerpen ligt ginder achter die grote bocht. Nog een heel eindje terug. We kunnen er van hier spijtig genoeg niks van zien. Ook om de grote industrie die er staat. Hoe zag het er hier in 1585 uit? Wel, voordat Farnese in deze streken kwam, was het allemaal landbouwgebied. En wanneer Farnese hier arriveert... Dat is de Spaanse leger. De Spaanse hier. Legerhoofd. Dan ga je zien dat hij op 2 jaar tijd een enorm gebied onder water zet. Hij gaat dus Antwerpen trachten uit te hongeren. Ja? Hij wil het volledig afsluiten en zorgen dat er geen voedsel binnenkomt. Ook een manier om niet te hoeven vechten? Uiteraard een heel gemakkelijke manier om geen mensenlevens verloren te laten gaan. Ze duurt alleen iets langer. Is dat ook humaan? Moet je dat humaan noemen? Ergens wel, hè. Het is altijd mensenlevens sparen wat hij deed, hè. Hij was wel streng, maar hij was niet zoals bijvoorbeeld Alfa. Die maakte er gelijk korte metten mee. De volgende stap die Farnese dan zet is een brug te bouwen tussen Antwerpen en Lillo. Tussenin, in een van de meanders van de Schelde. Een brug die op 33 schepen wordt gelegd, waar 10.000 bomen worden voor gekapt en 1500 scheepsmasten worden voor gebruikt. En waar tussen de twee forten een grote batterij van 96 kanonnen opstaan. En die hele Schelde is dus letterlijk dichtgegooid? Dichtgegooid. En dit is de brug van... Ja, geweldig, hè? Geweldig? Ja, het is een prachtig bouw. Het is een briljante krijgsheer, was het. Het is een esthetisch genot. Ja, ik denk ook als je de opbouw ervan volgt en als je eroverheen mag lopen... het was ook echt... Het fungeerde als een brug en een blokkade tegelijkertijd. Het was ook als manier om de stroom af te sluiten. Het was nog nooit goed gelukt. En dit is nou een perfect bouwsel... Met vaste stukken en de getijdenstroom is heel sterk in Antwerpen. Maar dus het deinde helemaal mee. En dan zie je dat hier is het onder water gezet om het al moeilijker te maken om een blokkade te hebben. Met lage bootjes kon men er wel over. Maar dus de grote boten met proviant en wapens en manschappen, die konden gewoon niet meer door.
hier op de toren van de kathedraal was de plek waar Antwerpenaren konden toekijken hoe hun stad langzaam werd ingesloten door de Spanjaarden. Landerijen rondom onder water gezet, de weg over land was afgesloten. En even kijken, daar in de verte, in een bocht van de Schelde, daar konden ze zien hoe er werd getimmerd aan die brug van Farnese. Dag aan dag konden ze kijken hoe dat werk vorderde. Maar de meeste Antwerpenaren waren er betrekkelijk laconiek over. Een brug over zo'n breedte en dan met de getijden mee, kon toch niet bestaan. Weer naar die brug. Waar is die nou? Wel, die lag ongeveer aan de Bomenginder en aan de andere kant van de rivier. Net aan de meander van de Schelde. Hier om het hoekje? Ja, daar gaan we naartoe. En het meandert hier lekker, hè? Ja. Zie je het nou? Wel, de brug van Farnese, daar varen we nu net overweg. Daar lag ze vroeger. We varen er nu overheen. We varen er nu overheen. Net in de meander van de Schelde. Je kon in Antwerpen gewoon niet komen. Die brug sloot het hele gedeelte af van de Schelde. Zo'n 720 meter brug tussen twee forten. Het was een utopie om daar naartoe te varen, dat bruggengeheel te vernielen. Men heeft dat geprobeerd. Men heeft zelfs vanuit Oosterweel brandschepen gestuurd naar die brug, op drift gezet. Op het laatste moment allemaal van boord gesprongen om die brug te laten exploderen. Er is een gedeelte vernield geweest op een gegeven moment door een van de brandschepen. Het kost op dat moment zelfs de Spanjaarden 800 man. Dat was een enorme, immense klap. Maar de brug was niet genoeg vernield. En ja, verder is er nooit nog een poging gewaagd om die brug ergens te vernielen. En op dat moment eigenlijk verliert Antwerpen zijn waarde en wordt het in principe een stervende stad. Burgemeester Marnix heeft geen keus meer. Hij moet Antwerpen uitleveren aan Farnese. De Nederlandse opstand raakt zijn hoofdstad kwijt. Zoals die een jaar eerder al zijn leider kwijtraakte met de moord op Willem van Oranje. 1585. De droom van een vaderland lijkt vervlogen. Het Wilhelmus, het strijdlied van Willem, klinkt niet meer. Alles lijkt verloren. En hier, in het hart van Antwerpen, wordt het officiële document bewaard van de overgave van de stad. Pièce originale, het originele stuk. Voor de zekerheid hebben ze er vast bij gezet. Pagina 1. Hier ben ik hiermee. Alsjeblieft. Ah, dank je. Ja. Dus. Voilà. Dat is de eerste bladzijde. De mooiste bladzijde is eigenlijk de laatste. En dan 17 augustus 1585. Alexandre, dat is dus Alexander, Farnese. En ziet u daar? FF aan het ja, eind. Ja, Farnese. Hè? En hier hebben we F de Marnix. Philips de Marnix. Dat is voor het eerst dat ik zijn handtekening ja? zie. Beetje hanenpoten. Ja, ja. ja. Farnese maakte er wat moois ja, van. Ja, ja, ja. Ik zit te kijken naar die haastige krabbel van Marnix. In wat voor gemoedstoestand moet hij dat hebben ondertekend, dat stuk? Ik denk dat hij er zich heel goed van bewust was dat zijn beslissing de weg van het minste kwaad was. Dus wat hij absoluut wilde vermijden is een plundering door die Spaanse soldaten van Antwerpenaar. En daarom heeft hij dus gekozen voor de weg van onderhandelingen. Ik denk dat vele Antwerpenaren hun leven te danken hebben gehad aan die beslissing van Marnix op dat moment. En ja, het mooie daaraan van dat document vind ik eigenlijk, hé, dat is zo'n belangrijk document, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Het is bijna een vlotje papier. Ik,
Ik durf dit niet te zeggen. Ja, ja. Het valt een beetje tegen. Ja. Ik dacht het is met zegels en linten. Ja, ja, maar helemaal niet. Het is zo eigenlijk gewoon, ja. En de bronnen zeggen dat ze tot laat in de nacht, de 16e augustus, hebben onderhandeld over de laatste details. En dan moest het dus nog helemaal opnieuw overgeschreven worden, zodat het de 17e augustus kon ondertekend worden. In dat verdrag staat bijvoorbeeld dat protestanten nog 4 jaar lang in de stad mogen verblijven. Dat zij gerust zullen gelaten worden en dat ze dan na 4 jaar moeten beslissen of ze zich bekeren of dan zouden uitwijken. Dus eigenlijk voor die tijd is dat verdrag heel tolerant. Daarna vertrokken heel veel mensen uit de stad. Ja, dat klopt. Wie waren dat? Ja, dat waren eigenlijk niet de eerste en de beste. Dat waren dikwijls rijke mensen, ook dynamische handelaars, kooplieden. Dat document, die Val van Antwerpen, veroorzaakte een echte brain drain naar het noorden. Niet alleen brains, maar ook kapitaal. De bronnen zeggen trouwens dat de dag daarna, 18 augustus, er al 800 families meteen vertrokken. Dus er waren er veel die meteen hun conclusies trokken. En hoeveel volgde er? Uiteindelijk is ongeveer de helft van de stad vertrokken. Dus in dat opzicht heeft dit document wel heel veel gevolgen gehad. Geld, kennis, handel. Ja, vertrokken allemaal naar het noorden. Ja, ja. Maar kun je dan niet zeggen dat dit stuk daarmee begon in het noorden, onze Gouden Eeuw? Dat dit stuk de geboorteakte is van onze Gouden Eeuw? Ja, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is waar. Dit is het begin van de Gouden Eeuw in de noordelijke Nederlanden. Je ontkomt er toch niet aan om af en toe te treuren bij de val van Antwerpen. Dat doe ik heel veel. En dan om te denken, als het nou niet gebeurd was, wat dan? Wat dan? Ja, kijk, ik ben chauvinistisch genoeg om ervan te dromen dat Antwerpen het New York van zijn tijd had mogen blijven. En dat als de provinciën bij elkaar zouden hebben gebleven, dat in de eeuw daarna, dat die dan sterk genoeg bleken. Ja, ik denk dat je kunt stellen dat Amsterdam niet zo belangrijk zou zijn geworden. Dat Antwerpen belangrijker gebleven zou zijn. En ook dat die Gouden Eeuw zich zou uitgebreid hebben, denk ik dan, over de 17 provinciën. De wereld zou anders opgedeeld zijn geweest. En ja, dat kan je natuurlijk. Je kan alleen maar dromen, je kan alleen maar speculeren. Maar het is wel een heerlijke bezigheid om dat te doen, toch? Ik heb een paar plaatjes bij de hand. Marnix van Sint-Aldegonde, de man die de sleutel van Antwerpen, ergens wel de grootste stad van de wereld, moet overgeven aan Farnese. En als je die sleutel moet afgeven, ik denk dat je dat doet met pijn in je hart en dat je je echt wel verloren waant in de wereld. Het einde van onze 16e Gouden Eeuw en het begin van jullie 17e en Gouden Eeuw. Voilà. Een verhaal op de Schelde over de stad Antwerpen waar jullie heel veel aan te danken hebben. Ik denk dat jullie daar een heel mooi land aan hebben overgehouden. De Nederlanden. Proficiat. Vind ik tof. Een vergeten grootheid met vernieuwende ideeën. Hij haalde migranten binnen in zijn stad. En dan zijn ze vanuit Engeland... Zijn ze weer hier gekomen? Naar Leiden gekomen? Ja. Hele volksstammen op drift. Dat heeft gemaakt dat er ook een enorme onderlinge verbondenheid was. Zonder immigranten was het ook helemaal geen Gouden Eeuw geweest. Maar waarom weten we dat niet meer? Ja, het interesseert ze ook in de verste verte niet, dat mogen duidelijk zijn. Onze Gouden Eeuw, gebouwd op de werkkracht en het kapitaal van nieuwkomers. Maar er is nog meer Gouden Eeuw. Hoi, ik ben Dorine Goudsweet en aanstaande zondag in Welkom in de Gouden Eeuw is mijn hoofdgast. Zeg het zelf maar. Ik ben dus Hendrikje Stoffels. Ik ben de derde vrouw van Rembrandt. Ik ben huishoudster en schildersmodel. Oh ja, en ik ben gestorven aan de pest in 1663. Doei! Kijken dus zondag 17:45 op ZAP.